Hoi en hele goede morgen. Zoals je ziet ben ik net wakker geworden en ik heb even mijn haar gewassen. Dat was best nodig. Vandaag is echt een hele leuke dag waar ik me nu al 2 dagen op verheug. Want het is eigenlijk best wel kort allemaal afgesproken. Misschien als je mijn vorige vlog hebt gezien, weet jullie waar dat ik naartoe ga. Ik ben uitgekozen bij NPO 2 voor het nieuwe programma Nieuw Licht. Ik heb heel veel al verteld in mijn vorige vlog wat voor programma het allemaal is. Maar als je het niet hebt gezien, ga ik het nu wel even kort vertellen. Nieuw Licht is een beetje een christelijk programma op NPO 2. En dat is meer een discussieprogramma. En daar ben ik dus uitgekozen om te gaan discussiëren over Botox. Nou, dat vind ik het leukste wat er is. Lekker discussiëren. En ook wat er echt van die mensen zijn die gewoon helemaal niks van Botox af willen weten. Die echt ook niet hopen dat hun kinderen het laten gaan doen. En die zeggen, je moet van je innerlijke schoonheid. En dat is wie je bent. Nou, zoals jullie zien ben ik daar helemaal niet mee eens. En ik ga dus lekker mijn mening daar vertellen. En ik heb er onwijs veel zin in. Ook heb ik hele leuke kleren gekregen voor die uitzending. En die heb ik gekregen van de winkel Crivaldi in Oosterhout. Wie mijn Instagram volgt, hebben al een paar keer iets voorbij. Dus ik koop ook een heel leuk setje van Nikki. Wat ik toen aan had bij Afro Tros. En een heel mooi jurkje van Lofty Man. Een roze jurkje met de open rug. Waar ik zeker heel de vakantie goed gebruik van heb gemaakt. Dus ze hebben echt heel mooie kleren. Ook voor mannen. Dus ga zeker een kijkje nemen. Hier zit dus in wat ik heb gekregen. Oké, ik heb mijn camera nu al even in mijn voeten gezet. Maar daarin heb ik aan het bevallen ben. Dus ik doe mijn even wat hoger. Nou, laten we dit er maar even van maken. Ik heb deze set van Reinders gekregen. En ik vind hem echt geweldig. Het is die lange broek met die wijde pijpen. En daardoorheen zit dit naadje. Daarbij heb ik natuurlijk ook hetzelfde topje met een kool, zeg maar. Oh, het is zo leuk. En als je deze set al aan hebt, nou, dan ben je echt de bom vanavond. En zoals ik al zei, heb ik er echt onwijs veel zin in. Alleen was mijn vader vandaag jarig. Dus we gaan heel even daarvoor even eten met z'n allen. En dat doen we gewoon thuis, want de volgende keer gaan we wel eens doen voor zijn verjaardag. Nou, ik moet nu nog heel even werken. Het is 9:30, denk ik. Ik moet om 9:45 gaan werken tot 4:15. En daarna moet ik om, ja, denk echt wel 5:30, 6:00 wegrijden. Want ik moet om 7:30 in Hilversum zijn. En dat is wel even rijden, want je rijdt ook weer recht in de spits. En de opnames zijn van 8:00 tot 9:15. Ik denk dat ik nu even genoeg heb verteld. Anders wordt het wel een beetje heel lang dat ik in bed loop te lullen. Dus jullie zien me daar als ik klaar ben werken. Zo, daar ben ik weer. En wat een metamorfose is dit. Ik moest werken tot 4:15. Ik was om 4:30 thuis. Toen ben ik snel de douche ingesprongen. En toen heb ik dit aangedaan. En dit is dus dat pakje van Reinders. Oh, ik vind het zo geweldig leuk. En verder heb ik gewoon mijn haar. Die nepstaart in was het makkelijkste. Make-up heb ik best wel neutraal gedaan. Want daar moet ik ook nog de visagie in. En ik weet niet wat ze verder nog allemaal gaan doen. Gewoon meer dat het niet gaat glimmen en zo. Omdat mijn vader jarig is, gaan we nu even lekker thuis met z'n allen eten. Want we konden eigenlijk niet veel doen, omdat ik dus weg moest. En ze moeten ook nu ook allemaal vroeg eten, want hij moet echt om 5:30 hier wegrijden. Dus we gaan om 4:45 lekker even eten. En daarna gaan wij dus rijden. Ik heb er echt hartstikke veel zin in. Alleen denk ik dat ik mijn staart nog ietsjes hoger ga doen. Als je nu zo naar me kijkt, dan zie je hier allemaal plat. En hier begint dan pas de staart. Dus ik denk dat ik hem iets hoger doe. Maar dat zie ik daar ook wel. In ieder geval ben ik klaar. Dan ben ik ook wel blij omdat ik het gewoon heb gered. Lekker fris ben gedoucht. En ik ga even mijn spulletje pakken. En even mijn camera wat ik al moet meenemen. Zodat ik daar niet zonder geheugen op batterij zit. Dat ga ik dus nu doen. En jullie zien me dadelijk, denk ik, als ik aan het eten ben. Zetten we de oude galen weer op de vlog. Hallo, mijn kerstwijze. Hallo. 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 Hallo, schatje. Ik kan wel zien bij wie dat ze weer zit. Nou, ik ben klaar en ik zit nu in de auto. En zoals jullie hebben gezien, hebben ze me net allemaal succes gewenst. Wij moeten nu naar Flikkerop. Wij gaan nu lekker met mijn steun en toeverlaat. Wij gaan naar Hilversum rijden nu. En dat is ja, met de file bij denk ik 1,5 uur rijden. Het is nu 17:44, dus dat moet wel te doen zijn. Dus hoe laat is het dan? 5:45, jongen. Oh. Nou, mijn vriendje moet onderweg nog 3 keer poppen, dus daar hebben we rekening mee gehouden. En we gaan nu rijden. Ik ga even eerst het adres opzoeken voor deze scheiterd. Deze man is aantjes. Voor mij hoor.
Nee. Wij zijn aangekomen bij de EO en dat is dit gebouw hier achter mij. We zijn een beetje te vroeg, want we hebben geen file gehad. En we gaan nu naar binnen, want dan kan ik gelijk in de visie. Want volgens mij was het best wel druk. En mijn haar moest gekruld worden. Heb je mijn krult aan mij, schatje? Wat zit je te kruipen? Ja, echt grappig, kom. Nou, we gaan nu naar binnen. En hij weet nog niet dat hij vandaag op de film komt, maar dat ziet hij straks wel. Kom, vetje. We hebben net door de gastvrouw opgehaald en door deze deur kan ik alvast kijken. We mogen hier nog niet naar binnen, maar dit is dus de studio. Het ziet er echt heel leuk uit. Alleen moet ik nu gaan plassen. Nou, ik sta nu binnen in het toilet en ik heb mijn eigen krultong meegenomen. Want ik hoop dat de krullen wel mooi eruit zien. En we zijn net opgevangen en volgens mij mag mijn vriend tegenover mij zitten op de bank. En vind ik echt heel erg grappig, want ik moet normaal niks voor camera's hebben. Dus hij keek me er aan, maar ik vind het echt heel erg grappig. Ik zou zelf wel even vinden en hij denkt wel stiekem ook hoor. Dus ja, ik heb er echt heel erg voor zin. Dus de studio zag er wel heel gaaf uit. Ik vond dat rode licht. Ik heb van tevoren expres niet gekeken hoe dat allemaal gaat lopen. Dus ik heb geen uitzending gemist gekeken. En ik heb het programma zelf nog nooit gezien. Dus ik vind het wel heel erg leuk. En ik weet ook niet wat ik moet verwachten. En dat vind ik juist wel het leukste eraan. Nou, ik heb het heel even geplast. En ik ga nu naar mijn vriend toe. En ik ben benieuwd wat zijn reactie is. Want hij is dan naar de wc gaan en ik ook. Dus ik zat zo op. Nou, ik zit nu in de visagie. En over een uurtje dan gaat de uitzending beginnen. En het is gelukkig niet live, zoals ik al eerder had verteld. En hier ligt voor de rest allemaal make-up. Dus misschien gaan we het nog beter uitzien dan wat we dan nu doen. Dus doe ik best maar. En dan lijkt het wel wit, denk ik. Of het komt door het licht hier. Komt door het licht. En nu gaat hij denk ik het glimmen vooral weer halen. Ja, precies. Ja, het glimmen doe ik wel echt altijd heel veel. Nou, we komen straks voor de uitzending ook altijd nog even langs. Dus dan kunnen we altijd nog even weer nog een keer bij. Dan heb ik eigenlijk nooit zweet, maar glimmen doe ik altijd. Ja. Echt zo'n vette huid. Helemaal mooi met je oorbellen zo. Ja, het ziet er goed uit. Ja. Dat zeg ik nooit vaak. Of mooi zal je opmaken. Dus nooit tijd meestal je zin of altijd iets anders. Maar ik vind het heel erg mooi. Kijk, ja, heel erg mooi. Heb je goed gedaan. Alsjeblieft. Dankjewel. Graag gedaan. Zo. Ja, leuk. Dankjewel. Hallo. Ja? Ja. 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 Gaan we filmen? Ja, dat mag niet. Voor mij niet zo. Je mag wel filmen, maar als je die publiceert, dan heb je er niks aan natuurlijk. Nee, maar het was meer een beetje de loop van de dag. Maar... snap ik. Ja, liever niet. Dan zet ik hem wel uit, toch? Nou, de opnames zijn net afgelopen en we mochten niet filmen tijdens de opnames. En hier is de presentator, die is al even zijn kleding aan het uitdoen. En wat? Ik ben even ondertussen, jongens. Ik ben even foto's aan het airdroppen. Want we zijn echt als een soort junkies. Van, oké, we hadden geen camera, we hadden geen telefoon. We zaten hier af te kicken. En we zaten hier helemaal als een soort van half uur onbereikbaar. Maar gelukkig hebben we het weer, dus we gaan gelijk alle foto's heen en weer. Ja, maar voor mij zijn we het foto's van maken. Ja, hij weet zo. En toen keek ik op het feestje van. Wie? Oh, thuis? Ja, nee, maar dat moet hoor. Nee, maar hij moest maar even. Het is ons werk. Nou, en wat vonden we van de andere vrouw? Of gaan we daar nog geen oordeel over doen? Oei, die is best pittig. Zullen we kunnen een officieel oordeel doen? Of een oordeel als ze naar onze vlog kijken? Ja, dat je zegt, oké, niet doorvertellen. Maar ze was nogal pittig in haar oordeel. Terwijl ik dan denk van... Oh ja, maar blijf nog even zitten. Ga maar. Terwijl ik dan denk, nou je kunt toch ook iets minder chagrijnig doen. Ja, die was echt erg. Ja. En ook met de dochter, sorry hoor. Dat was ook heel geinig. Dus zij zegt op een gegeven moment... Oh ja, trouwens, hi, ik ben Maaike. Ze zegt op een gegeven moment... Ja, mijn dochter gaat dat niet doen. Nou, serieus, ik heb ook een team. Die gaat dat echt wel doen. Die gaat dat echt wel doen. En zij noemde mij gewoon ziek, hè? Zij is ziek. Zij is ziek, ja, dat zei ze. Nou, sorry, ze gaat ook zelf die frons op spuiten, hè? En dan is ze niet ziek. Ja, nee. Ja, je was ziek in je hoofd. Ja. Ziek in je... Nou, haar frons is gewoon te heftig om nog op te spuiten. En ik dacht, die trui is heel leuk. Ja, maar jouw pakje is ook heel leuk. Dus ik dacht alleen maar. Ik doe alle voordelen, doe ik even hier. Blond haar, botox. Ja, ze zijn helemaal ontslag. Maar het is een leuke. Wanneer wordt het uitgezonden? Zondag. Oké, dus vanavond moet je even kijken. Ja. Ja. En dan zie je hoe dat wij eigenlijk afgezekerd worden. Want het is een christelijk programma. Ja, maar ik vond eigenlijk, heel eerlijk gezegd, dat wij het beter deden. Ja, maar zij was echt, ze wou ook niet eens even meedenken of zo. Alleen maar, nee, het is niks. Ik was er zelf wel boos voor meer, sorry hoor.
Wat een voorbeeld. Ja. En jongens, ik heb ook een YouTube kanaal, dus zeg tegen je moeder, zeg tegen je moeder, want dat zegt ze altijd bij mij, zegt ze, oh leuk jouw kanaal. Ik ben dus de Riepenkoningin van Nederland, zegt ze, oh leuk jouw kanaal, ga ik tegen mijn moeder zeggen. Nou, zo dus, dat dus. Dus stel nou dat je een moeder hebt, zeg hem tegen haar dat ze mij moet volgen. Voor de rimpels. Ja, voor de rimpels. Ik ga even jouw foto's maken apart, dat is ook leuk. Nou, wij zitten nu in de auto richting huis en ik heb een kaars meegekregen. Een nieuwe lichtkaars, die gaan we lekker opbranden. Wat vond ik ervan? Ik vond het zelf een beetje tegenvallend, omdat ik meer had verwacht dat ze echt over de inhoud van botox en fillers gingen praten. Maar het was meer oppervlakkig van, jij bent een promotor, besef je dat wel? En zij was echt op tegen botox. En Maaike Dorsten die naast mij zat, die was ook voor botox, dat was wel gezellig. Maar ik vond die andere vrouw vond ik een beetje overdreven. En dat vond Maaike zelf ook, dus wij dachten echt van nee, dit is echt een beetje te veel van het goede. Je kan je mening hebben, maar dit is echt gewoon een beetje aandacht vragen. Overgang. Overgang, ja, goeie woord. Zij is in de overgang. En de dochter gaat sowieso aan de botox. In ieder geval, ik vond het heel erg leuk dat mijn lieve vriendje ook in het publiek zat. Ik vond het heel erg leuk dat mijn lieve vriendjes, en dat vond ik echt hartstikke fijn dat hij erbij was. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar mijn vlog. Vond je hem leuk, dan zeker een duim omhoog. Vond je hem niks aan, dan een duim naar beneden. Dank je voor het kijken en ik zie jullie snel bij de volgende video. Doei doei!